Weer naar school. Super dat iedereen terug is nu dat de zomervakantie voorbij is. Maar ik heb het idee dat er iets ontbreekt. Mijn broek ontbreekt. Ik heb geen broek aan. Ik draag nooit een broek. Ik denk ik heb geen broek. Oh, dat is nog rustig. Mijn schoenen. Ik heb geen schoenen. Wacht, ik heb geen voeten. Wat heb ik daar weer? Mijn voeten. Ik heb geen voeten. Ja, je hebt wel gelijk. Rons breekt iets. Het voelt goed. Ja, en ik heb mijn hele dag een nieuwe pet op. En daar heeft niemand een opmerking over gemaakt. Dat zal ik even goed maken. Je prijsplaatje zit er nog aan. Daarom zou ik hem terugbrengen. Maar zo sterk was hij niet. Word ik echt niet doorgehakt. Gumball was veel beter meegekomen. Ja. Waar is Gumball Darwin? Jongens, het is 19:30. Jullie komen te laat op school. Ik zou jullie wakker maken. En omdat jullie niet op tijd op school zijn, krijg ik op mijn kop. Dan krijgen jullie op jullie kop. Wilma. Allemaal, ik, jullie. Ho, het was maar een droom. Het is 19:30. Het is 20:30. Opstaan. Oh nee, ze zijn veranderd in een passer. Of droom ik nog steeds? Dat ga ik even testen. Pingelingeling. Ik kan niet vliegen, dus het is duidelijk niet een droom. Dus geen droom, dus rennen tot paniek. Rennen tot paniek! Waar is Elmore? Hallo, u spreekt met mijn vrouw. Wie is vrouw? Richard. Meneer Watterson, wat is er nu? Ik wil doorgeven dat de jongens vanochtend niet komen. We hebben een dik hoofd. Dat is geen reden. Dus ik verwacht ze gewoon. Ja, maar daar begon het mee. Ze hebben ook hoestbuien. Zijn huid zilvert. En ze hebben blauwe vlekken op zijn armen. Dat ging daar buiten wel. Ja, dat. En ik geef ze vitamine. En dan komen ze vanmiddag. Daar. Nee, wacht, nee. De kinderen hebben buienpest. Ik kom vast door slaapgebrek vanwege mijn nachtdienst. Ik zou zweren dat je zei dat de kinderen buienpest hebben. Nee, dat zei ik niet. Dat zei jij. Ik ben echt zo ontzettend moe. Weet ik. Ik ook. Tuurlijk, de hele nacht werken in de fabriek is echt heel echt vergeleken in een half uur schoolspullen kopen. Dat bedoel ik. Ik heb ze wel op tijd naar school gebracht. Kom op, je kent me. Natuurlijk dat ik je aan je twijfel. Ik haal straks wel op. Ik hou van je. Ik begrijp haar probleem niet. Ik ben een goede vader. Wegwezen jij. Oh, wat zwaar zijn ze nou? Het beste manier om iets terug te vinden is je stappen terug te volgen. Oké, hier zijn ze niet. Wanneer heb ik ze nog gezien? Dat was gisteren in de middag. Kom eens, slaapkoppies. Het winkel was zo vermoeiend, dan gaan we ook nu naar bed. Ook al is het pas 5:00. Goed, de boodschappen liggen in bed. Dus zijn de kinderen... In de kofferbak! Gumball, Darwin, Anaïs! Zijn jullie daar? Geen reactie. Ze krijgen lucht. Baf! Zij is al over me nu. Alakazam! Ga toch gewoon open! Wat was het toverwoord? Oh ja, alsjeblieft! Aha! Wacht eens, de sleutel! Waarom gaat die niet open? Omdat het niet jouw auto is, Watterson. Dat is waar, mijn auto heeft geen lelijke deuk in. Ik heb mijn auto sleutels, maar waar is dan mijn auto? Hoe kan dat nou? Blijf jullie maar even in als ik de bonnetje haal. Wacht, zijn een goede vader laat zijn kinderen niet achter met de raam open. Oké, jongens, we gaan. Het wordt een wilde rit.
Dus hou je vast. Ah, ze zijn in slaap gevallen. Hey, mijn auto! Ah, de kinderen zijn opgesloten in mijn auto. Ik kom eraan, jongens. De auto. Ik ben er, jongens. Adem. Waar is mijn auto? In vak D. Dank u. Pas. Waar is vak D? Gewoon naar vak C. Sorry, ik vergat u nog te bedanken. Hou eens op met slopen. Wat is er aan de hand? Ik ben mijn kinderen kwijt. Wanneer heb je hem nog gezien? Tja, gisteren. Na de boodschappen ben ik ze gaan ophalen bij de ballenbak. Dank je, pap. Is het gelukt om al die speeltjes voor school te kopen? Ja, zoon. En nu ga je mee naar huis. Wat aardig van u. U bent een goede vader. U bent een goede vader. Een goede vader. Wacht, nee, vertel het, Brei. Ze kan nu de waarheid. Ik kan het aan. U bent een goede vader. Tronen. Alles koning. Je hebt je kinderen achtergelaten. In de kinderbak. Welke vader? Doe zoiets. Iemand die moeit en die zijn best doet? Nee, een hele slechte luier. Je weet niet zelfs niet eens hoe je kinderen eruit ziet. Als ik het goed begrijp, hebben je kinderen in de balbak geslapen. Nou, beter dan in een kofferbak. Ik ben toch wel een goede vader. Weet je wat erger is dan je kinderen achterlaten? Mm-hmm. Dat je hier nog gewoon blijft staan! Wat? Ja, ik zei dat die balbak weg moest. Het was niet veilig. Al die kinderen die zo graag tussen de ballen. Al dat papierwerk. Toen hebben we iets anders met die bak gedaan. Verkocht aan een land waar ze niks om kinderen geven. Dus jullie hebben mijn kinderen afgevoerd? Oh nee, dat doet hij. Stop! Mijn kinderen zitten daarin. Stop! Hé, ik zei stoppen. Hey, naar de kant! Naar de kant! Dit is grote Brian. Er is zo'n griezel die denkt dat mijn uitgebreide trui aan de kant is. Gelukkig ziet hij mijn schoenen niet. Ik probeer hem af te schudden. Over. Oh, wacht even. Je luistert naar Sang en ze heeft beste muziek uit de duist. Perfect. Ik kom jullie redden, jongens. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Over een minuutje. Die is laatst nu dat overgevallen van truck en bijwaarts. Het is 1 minuut 40 achtervolging. Ik moet zeggen. Hey, grote Brian. Ik vraag om versterking. Hebben jullie hier? Ik heb het 17 en ik heb versterking nodig. Zo! De spits begint. Dit kan ik niet bij mij hebben. Bedankt jongens, tot in de tijd, slipper. En gas op de plank. Mijn kinderen! Vast, het wordt een wilde rit. Ik ben een goede vader. Jongens, zijn jullie daarin? Zeg iets. Hou je vast, het wordt een wilde ijs. Jongens, waar zijn jullie? Wat zou dat zijn? Ja, dat
Dat is het geluid van 1000 plastic ballen die tegen een metalen container tikken. Ha, daar zijn mijn jongens. Misschien kan ik daarmee beter maar niet schudden. Ik kom eraan. Waar is de deur? Waar is de deur? Ha, ho. 1-1-1-1-1. 1-1-1-1-2. Oh, ik heb hier geen tijd voor. Jullie moeten vroeger om jullie naar school te brengen. Daar heeft hij niet gezegd dat ik het met een auto of een container moest doen. Bing, bing, bing. Hou je vast, want het wordt een wilde haal. Rit. Hou je vast, het wordt dan... Ah ja, ik heb er wel heel veel tijd mee verspild. Ik moet niet veel praten, maar meer huilen dan mijn moeder. Altijd. Ah, jullie moeder. Ze houdt jullie op over 3 minuten. Ik neem de kortste weg. Bah. Het wordt vandaag 26 graden. Bah. Met in de ochtend en de middag en kans op de buis. Bah. Het gaf 3D. Ah! Ik ben de goede vader. 2, 3. Bassen. Hoi jongens, hoe was jullie eerste dag? De aardsvijand. Ik zie hier de nut niet van in. Wat dan van? Een wandeling op zondag. Er bleek er niets op. Alsof ik superkrachten heb, maar mijn aardsvijand die om te verslaan. Is wandelen een superkracht? Weet je wie je aardsvijand is? Dan wel. Over aardsvijanden gesproken. Wat is er met die ene gast gebeurd dat hij zwoer dat hij ons zou vernietigen? Ja, die was echt zo van... Ik ben jullie ergste nachtmerrie. Ik zou jullie leven tot een hel maken, bla bla bla. Regimenten, hè? Ik zou jullie aardsvijand zijn. En dan gebeurt er niets. Wat is het nou met de jeugd van tegenwoordig? Ze zetten zich nergens meer voor in. Weet je waar het aan ligt? Overdreven trotse ouders. En met scholen zonder cijfers. En je geeft ze meteen op. Iemand ze geven losers, noem maar. Dan zit het weer pijn. Weet je waar het ook door komt? Net zoals ons is een gratis ontwerpen. Een meme. Dat heeft de wereld nodig. Straatautotisten zonder Photoshop. Ik heb 2 woorden voor je. Militaire kleuterschool. Wow. We moeten echt iets hier iets van. Relax, gast. Adem in. Dus nee. Dus die aardsvijand zien we niet meer terug. Wow, dit was een nieuwe hobby of zo. Of selfies. Of weet ik veel. Ik heb het geprobeerd om jullie vijand te zijn. Oh, hoi. Leuk om je te zien. Jullie horen het me niet leuk te vinden om me te zien. Oh, jij hebt een knuffel nodig. Wat was dat? Een olie van een val. Welke val? 563, zoals deze. Luister, ik denk dat ik het niet kan. Vergeet me maar gewoon, zoals iedereen. Duw me even. Zullen we dan maar... Jij is goed. Nee, ik bedoel achter hem aan. Nee, ja, ik plaagde je maar weer. Hé, nee, kom terug. Ik help je aan mijn aardwet, zodat je sip krijgt. Wat een trend dat onze aardwet een bus neemt. Ik hoor je wel, hoor. Nou, ik hoop dat je ons rond gaan reizen met de fiets van mensenbotten. Neemt gewoon de bus. Nog minder, dus minder eng dan nog een kattenfratje. Neem me niet kwalijk. Niet naar hem horen. Ik weet dat je een mens bent. Misschien zou hij nog veel enger zijn als hij een onvoorspelbare muziekje heeft. Gast, hoe heet je? Rob. Het is Rob. Nee, je moet meer kiezen zoals... Roberto, ga in de bus. Roberto, ga eens in de bus. Nee, wat dacht je van... Nee. Meer zoiets. Rob, jongen. Rob, kom terug. Rob. Dat is het. Dat heeft hij nodig. Mijn
iemand? Dokter Fruitig? Nee. Dokter Krikker? Dokter die wordt gebrand door tonijn? Dokter Biefstuk? Dokter Anti-Rimpel? Dokter Oude Man die een olijf pakt? Ja. Laat ook maar. Kom op, man. Help ook eens ons een beetje mee. Wat dacht je van dokter Zeur? Ja, of dokter... Het is meer zo'n dokter... Gaat het een beetje? Ik heb gewoon een reuke moment, want weet je wat? Dokter Sloper! Dat naam is cool. Dokter Sloper! Die stem heeft toch wat werk nodig. Oké, doe dat duim zacht nog eens. Ik maak een hele jullie man kapot voor iedereen jullie houden. Het lijkt dat iemand wordt gewurgd door een kat die door een andere kat wordt gewurgd. Onder water. Oké, wacht even. Nee. En daar! Zeg nog eens wat. Ik maak helemaal jullie kapot voor iedereen van jullie houden. Oh, wat? Dit is de juiste. Ja, maar nog een keer. Ik maak jullie helemaal kapot. Sorry, dat was de problemen. Oké. Nog een keer? Ik maak jullie helemaal kapot voor iedereen van wie je houdt. Ik ben dokter Sloper. Kniel voor dokter Sloper. Dokter Sloper. Oké, rustig. Heb je nog een outfit nodig? Dit is belachelijk. Waar moet ik deze kleren aan? Maar nooit een sport die een harnas of een broeken heeft aan te krijgen. Kom op, doe je hoofd omlaag. Au. Of je zet zelf je helm op. Ik ben dokter Sloper. Nee, dat is niet goed. Onze boze baby. Om de wijde wereld in te gaan. En die te vernietigen. Dit betekent dat we dit moeten vieren. Klonk die beter? Jongens. Hallo. Fijne schrokken dag, meester. Het spijt me, meester. Het was moeilijk om moeilijke decoratie te kopen omdat ik geen 18 ben. Dus ik moest wat iets improviseren. Wat is dit? Wij vinden het beter dat we liever je hulpje zijn dan je vijand. Een koekje voor de meester. Denk je dat dit een spelletje is? Dat ik niet meer jullie vijand ben, dat jullie hebben me geholpen. Dat we vrienden zijn. Ik ben dokter Sloper, hè? Let maar op. Want ik sloop jullie wc in jullie. Wat betekent dat? Het slaat nergens op. Nog niet helemaal uit met die tekst. Maar dit ga ik jullie doen met jullie vriendschap. Rappelen, ja. Luister goed, ik ga jullie en jullie dierbaren kapot maken. Ja, door een monster te maken, hebben we een monster gemaakt. Ding dong. Oh, ons vriendje komt weer met ons spelen. Ik ben bang dat het serieus is geworden. Ik heb een reeks in de buurt in de gang gezet. Die zo briljant zijn dat ik alles zal vernietigen. Sloop. Dan ik alles zal slopen in de Elmo. En de eindige omtrek. Al jullie. Wat is dan de betere verwoestinger dan de Elmo? Ik sloop de tijdmachine en ik sloop de hele kamer op. Het grote wapen. En maar deze is duurder dan een gewone sterveling. Niet voor Dr. Sloper en zijn sloopcode. Wacht, zijn sloopkogel? Jazeker. Bast. Je bent gesloopt. Stand van entree. Wereld helemaal bedreiging. Check. Ik is door de windje gesloopt. Check. In de laatste categorie is het sneller van door te gaan. Tja, ik wilde eigenlijk de bus nemen. De dokter Sloper. Jij bent zojuist gesloopt. Ik ben dokter Sloper. Toen dacht ik dat het zondag was. En dan rijdt de bus minder laat. Dus, jij bent onze hulp, Ja. Nog nooit zorgen gezegd over de koekjes. Heb ik al gezegd dat de stad binnenkort aangevallen. Want wat maken die koekjes nou van jou uit? Het is meer dan de koekjes. Je hebt me gekwetst, jongeman. Als uitvijand zijn ze maar één ding. Mag je dan toch geen pestkop zijn? Dat maakt dat toch niet... Sorry. Als je echt spa, krijg je een knuffel. Dat men je niet, hè? Oké, ik vergeef je. Kom op, we gaan de stad redden. Kijk jongens, deze outfit zit niet lekker dat alles ik heb. Maak het, hulpjes.
Useless loopt. Oké. Er moet een blauwe, een rode, een gele draad zijn. Knip de gele door. Oké. Wat? Ik heb helemaal geen diploma. Naar mijn lijst zou echt onverantwoordelijk zijn. Giet op! We hebben nog maar 30 seconden. Of nu 29. Oh ja, 28. Oh nee, 27. Oh nee, 26. We hebben geen tijd te verliezen. 20 seconden. 17. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4! Sorry gasten, maar ik ga mijn stroomhandel echt niet hangen met die stroomdraden. De dam gaat doorbreken! Vaarwel, vreemde wereld! En dat is ook wat ik nog wilde vertellen. Ik hou van je! Ik wil jou ook nog iets vertellen. Ik hou ook echt van jou. Ik wil jullie allebei zeggen dat ik jullie allebei echt haat. En nu hebben we nog maar 3, 2, 1... De bing. Ik had gehoopt dat het iets meer spectaculair uit zal zien. Elmo, schaadt de reparatie? Heeft Elmo überhaupt een dam? Nee. Pijnlijk om te horen. Misschien moeten we gaan. Goed plan. Kom op, man. Ja, er zijn nog een kans om ons te vernietigen. Het heeft geen zin. We zijn gevangen door dokter Sloper. Dat is van zo waarschijnlijk hier ons hangt dat dat ons hoofd ontploft. Dat is heel gemeen uitslag. Jullie zijn gesloopt. Goed zo, Jochie. Haal je ons nu weer naar beneden? Gast? Wacht. Dokter Sloper!